Dag dames en heren, welkom bij FC Den Bosch TV. We blikken vandaag terug op 31 augustus, de dag van de Culture Day zoals die hier wordt genoemd. Dat is een dag waarin de spelersselectie van FC Den Bosch kennis maakt met de stad en met de cultuurhistorie van de stad. Wij nemen u mee naar de hele trip die Den Bosch gemaakt heeft. We beginnen bij het provinciehuis. 101 meter hoog, daar gaan ze met de trap omhoog. Vervolgens krijgen ze een rondleiding in de stad. En we eindigen bij het gemeentehuis waar ze ontvangen worden door de wethouder van sport. Veel plezier. Je Schouwenaar, dat is weer even geleden dat je bij FC Den Bosch gevoetbald hebt. 1985? Ja, in de begin jaren 80, 85, 86. Een jaar of vijf bij FC Den Bosch. Ja. Mooie tijd. Mooie tijd. Inmiddels een mooie tijd bij de provincie. Wat doe je precies bij de provincie? Ik ben beleidsadviseur sport en op het gebied van evenementen, accommodaties, talentontwikkeling en gehandicapte sport. Kun je aangeven hoe belangrijk de provincie is voor FC Den Bosch? Of misschien wel andersom, hoe belangrijk FC Den Bosch is voor de provincie? Ja, we willen dus, sport is op zich geen kerntaak voor de provincie. Maar we willen wel sport als middel inzetten om andere doelen te bereiken. Dus op het moment dat je een betere gezondheid en welzijn... Nou, daar kan FC Den Bosch ook een rol in spelen. En dus maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. En je hebt verschillende voorbeelden van andere clubs, zoals RKC, Willem II. Dus in het kader van de duurzaamheid van de club, dan is het gewoon ook wel noodzakelijk dat ook spelers zich gaan inzetten voor de maatschappij. Nou is het zo dat alles en iedereen moet bezuinigen, dus ook de provincie gaat terug. Toch is er nog een heel groot budget beschikbaar, hè? Ja, juist voor sport, investeringsvoorstel ten aanzien van... Dat we dus met de verkoop van de Essent gelden, is er dus toch wel een behoorlijk budget beschikbaar gekomen voor sport tot 2016. In het kader van het Olympisch Plan Nederland zijn er verschillende ambities. En met name om sport in te zetten als middel om voor een betere economie en voor een beter leven- en vestigingsklimaat in Brabant. En denk je dat op dat terrein voor FC Den Bosch nog mogelijkheden liggen? Absoluut. Ik denk als FC Den Bosch zich wil inzetten voor de gehandicapte sport of voor maatschappelijke projecten. Er zijn heel veel voorbeelden. Dan denk ik dat er zeker mogelijkheden liggen. Tot slot, kom je nog bij FC Den Bosch? Ja, als ik tijd heb, kom ik graag kijken. Want je hebt heel druk, hè? Je hebt ook functies voor de KNVB, hè? Ja, ik zit veel in het buitenland. Ik geef cursussen in het buitenland. Met name ook voor projecten om sport als middel in de sloppenwijken en in ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. En ik ben nog ook docent hier in Nederland. En ik train een club en ik heb nog een paar kinderen, dus vier kinderen. Dus ook die voetballen, dus het is best druk. Dus je hebt nauwelijks tijd voor FC Den Bosch eigenlijk? Nou ja, op de vrijdagavond geef ik eigenlijk cursussen. Maar op het moment dat ik een keer niet ga, dan kom ik ook kijken, denk ik. Oké, dankjewel. Voordat je dan langs de lijn inspiratie wil hebben, hier staat NB, dat betekent in dit geval Noord-Brabant. Ben je mag bij. Je weet het nooit. Heel erg bedankt. En ook voor de prettige ontvangst, hè, want het is hartstikke leuk om hier te zijn. Ja. Nou, volgend jaar weer van harte wel. Dankjewel. Ik ben gevraagd door John Onderland of ik jullie vandaag wat dingen van de stad wil laten zien. Ik zal het niet al te moeilijk maken, ik zal proberen een beetje rustig te houden. We zijn begonnen hier bij de draak. En iedereen kent natuurlijk de draak, alleen als je naar eigen logo kijkt, daar staat al een draak op. En dat heeft heel veel te maken met de geschiedenis van de stad. De onoverwinnelijke moerasdraak. Ik hoop dat ook voor de bos ook zo geldt. Onoverwinnelijk, maar dat zal nog moeten blijken op het eind van het seizoen.
We praten met de wethouder van sport, meneer Van Alden. Had u verwacht dat u FC Den Bosch vandaag tegenover u zou treffen? Nou, het stond in mijn agenda, maar ik vind het... Ik bedoel, met een half jaar geleden nog in het achterhoofd? Ik heb het verwacht, ik heb het ook gehoopt. We hebben er keihard aan gewerkt met heel veel mensen. En ja, u ziet een geweldig enthousiast resultaat met een leuke elftal, een leuke teammanager, trainer, directie. Fantastisch dat het nieuwe elan terug bij het volk, dat het zo is gaan leven in de stad. Ik vind het geweldig. Ja. Het was een moeilijke periode, maar ik kan me voorstellen dat ook de gemeente er blij mee is dat Den Bosch er nog is. Absoluut, want het hebben van je betaald voetbalclub in je stad, als je het kwijt bent, dan krijg je het niet meer terug. En het is geweldig dat het is blijven leven en dat er ook zoveel betrokkenheid zichtbaar is in de Bosse samenleving. Ja. U bent zeer enthousiast, getuige onder andere uw prachtige das die u om heeft. Hoe ziet u de toekomst van FC Den Bosch versus gemeente? Die zie ik op een hele plezierige wijze, dat we transparant met elkaar de gegevens delen, dat er geen verborgen agenda's zijn. Dat als wij iets willen weten, dat we die informatie krijgen. En als FC Den Bosch problemen heeft of met het stadion of anderszins, dat ze er heel snel korte lijntjes met ons hebben. Zodat we inderdaad alles kunnen doen voor een geweldig sportief resultaat. Een van de taken zeg maar, die FC Den Bosch op dit moment heeft, is ook zich maatschappelijk profileren. Vindt u dat dit een begin is daarvan? Absoluut. Het zichtbaar zijn in de stad, maar bijvoorbeeld ook het uitnodigen van de vrijwilligers van de voedselbank door een belangrijke supporter, sponsor van de club. Dat zijn elementen die ertoe doen, die het zichtbaar maken dat betaald voetbal, maar het voetbal in de stad leeft en dat het een geweldige, leuke community is om aanwezig te zijn. Oftewel de sfeer in het mooiste stadion van Nederland, die moet weer terugkomen. Ja. Dan tot slot, hoe ziet u de toekomst van FC Den Bosch? Absoluut goed. En ik ga ook binnenkort eens een keer met mijn gezin lekker op de tribune kijken. Fons, we zitten bijna aan het einde van de Culture Day, zoals die mooi is gedoopt. Hoe heb je hem ervaren? Nou, ik vind het altijd wel een mooie dag, omdat je toch, ja, zeker met alle nieuwe spelers die we hebben, toch ja, de kans krijgt om de stad op een bepaalde manier te zien. Met al zijn attracties en al zijn bezienswaardigheden. Dus het is voor ons altijd wel een leuke dag en je bent toch met elkaar, het is ook een mooi moment, hè? We hebben geen competitie vrijdag. Dus het is eigenlijk een goed moment vandaag om dat te doen en het weer zit ook mee. Dus wat dat betreft denk ik dat we weinig te klagen hebben vandaag. Ja. Is het een dag waarvan jij denkt dat die bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen enerzijds provincie FC Den Bosch, gemeente FC Den Bosch? Nou, dat is altijd wel ook iets wat er natuurlijk bij komt, hè? We weten dat de club en de gemeente, ja, die hebben natuurlijk wel het nodige meegemaakt met elkaar de laatste tijd. En gelukkig is dat allemaal goed gekomen. En die verstandhouding die moet ook goed blijven. Hè, want ik denk dat we belangrijk moeten zijn voor elkaar. En wij, zeg maar, als FC Den Bosch voor de provincie Brabant en de gemeente Den Bosch. Maar ja, en zeker ook andersom. Hè, de hulp die wij krijgen van de gemeente, die is voor ons ook van ongelooflijk belang. En dat moeten wij ook koesteren. En daarom ook altijd zorgen dat wij de club op een goede manier uitdragen. En daar zijn we wel mee bezig. Johnny Driessen, grote organisator van de Culture Day. Waarom alles in het Engels trouwens? Waarom alles in het Engels? Hebben we vorig jaar verzonnen en vonden we stoer te klinken. Stoer te klinken. Goed, het is wel een geslaagde dag, dacht ik, hè? Ja, inderdaad. De reacties zijn goed. De spelers hebben een leuke dag gehad. En ja, daar doen we het voor. Ze hebben vandaag een hoop van de stad gezien. En behalve alleen maar trainen en wedstrijden spelen in het stadion, worden ze nu ook meer betrokken bij het hele gebeuren in de stad. Dus de geschiedenis, de cultuur, de Bosschenaren. En dat is ja, de grondbasis of de basis van deze dag. De spelers betrekken bij de stad betrekken bij de spelers. Waardoor de binding en de samenwerking beter werkt. Jullie doen op dit moment ontzettend veel voor FC Den Bosch. Met een bepaalde reden? Nou, met een bepaalde reden. We weten waar we naartoe willen met de club. En dat is gewoon een vol stadion, nog meer sfeer en uiteindelijk een keer op het hoogste strijdtoneel verschijnen. En ja, daar moet je gewoon iets voor doen. Actie is reactie. En de stad wil het, de supporters willen het en de club willen het. Dus het traject wil inzetten is goed. Wat kunnen we dit jaar nog meer verwachten van jullie? Wat kunnen we nog meer verwachten? Nou, ik denk het hoogtepunt van het jaar hebben we natuurlijk al gehad. We hebben de season kick-off hebben we gehad. We hebben de culture day hebben we nu vandaag gehad. Er is natuurlijk al heel veel gebeurd met betrekking tot de club die terug is gegeven aan het volk. Alles wordt nu weer goed gemaakt. Dat de club er klaar voor is ja, voor de grote strijd om uiteindelijk te gaan promoveren en het stadion vol te krijgen.
Wat is voor jouzelf het hoogtepunt van deze dag? Het hoogtepunt van deze dag? De beklimming van de Sint-Jan. Gewoon puur omdat ik er nog nooit geweest was. Ik vind het natuurlijk zelf echt de bossenaar en helemaal weg van de bossencultuur. En dit heb ik zelf ook even meegepikt. Ja. Nou zijn er op dit moment een aantal supportersverenigingen. Is dat niet wat verwarrend voor, laat ik zeggen, het grote publiek? Nee, want we hebben natuurlijk de normale supportersvereniging is een sportersvereniging zoals dat bij elke andere club is. Dan hebben we Den Bosch FC, dat is de grondslag daarvan, is de sfeer in en rondom het stadion verbeteren. En natuurlijk signaleren wat er verbeterd moet worden. Dan hebben we de Stichting met Heel Mijn Hart, wat eigenlijk geen supportersclub is, maar een orgaan wat voor 60% verantwoordelijk is voor de aandelen. En ook verantwoordelijk is om Den Bosch mee op een hoger pijl te trekken. Jullie werken wel goed samen? Wij werken allemaal heel goed samen. De lijnen zijn heel kort en het gaat allemaal op een hele leuke manier. Dus we hebben er allemaal heel veel zin in. Ja, en dat was het dan, de Culture Day van FC Den Bosch. Een geweldig initiatief waar alle geledingen van FC Den Bosch aan hebben deelgenomen. Wij hopen dat u het prettig vond om daarnaar te kijken. Graag bedankt en tot de volgende keer.